Ja, is goed. Halleluja. Ja. Can you people who are there, can you people just make sure that people have it online? You can share it. Amen. Thank you, Jesus. So today I want to continue. Vandaag wil ik verder gaan. With our series, The Rebirth. Met onze serie de herboren worden. Who has been blessed so far with the rebirth? Wie is zo ver gezegend met herboren worden? Who is enjoying what God is doing? Wie geniet ervan wat God aan het doen is? With the rebirth. Met herboren worden. I have sent my message to Kirsten. Should in case my telephone the thing is not going well. Amen. Should in case there is any problem, I will use Kirsten's telephone because my notes I have sent to Kirsten. Ik heb mijn notitie naar Kirsten gestuurd. Mocht het fout gaan, kan ik dat nog van haar uit haar telefoon. Kirsten, I sent you a WhatsApp. Those are my notes. Amen. So I want to speak today. Ik wil spreken vandaag. To give us an understanding. Om ons begrip te geven. Of the clearer foundation. Van een duidelijke fundament. When you begin to talk about the rebirth. Als we beginnen te spreken over herboren worden. Because we are in our new year. Want we zijn in ons nieuwe jaar. And God is saying so many things. En God is zoveel aan het zeggen. And it's important. I was speaking on Facebook Live yesterday. Ik sprak gisteren op Facebook Live. And I began to speak about foundation. En ik begon te spreken over fundament. How many of you know that foundation is important? Hoeveel van jullie weten dat fundament belangrijk is? Everything we do, we need to start from foundation. Alles wat we doen, we moeten beginnen van het fundament. And today I want to treat mindset. En vandaag wil ik kijken naar gedachtegang. I want to talk about mindset. Ik wil spreken over gedachtegang. Is somebody with me? Is iemand met mij? So I'm just going to repeat what I've written down. Dus ga even herhalen wat ik geschreven heb. A renewed mindset. Een hernieuwde gedachtegang. In our terms we'll say a rebirth mindset. In onze termen zouden we zeggen een herboren gedachtegang. Everybody look this way. Kieran and all the children, sit right. You are in the church. Sit right. Amen. Amen. A renewed mindset. Een hernieuwde gedachtegang. Or a rebirth mindset. Of een herboren gedachtegang. A true new year starts with a renewed mindset. Een goede nieuwe jaar begint met een nieuwe gedachtegang. Is everybody with me? Come on, I'm still awake. A true new year starts. Een ware nieuwjaars begint. It starts with a renewed mindset. Begint met een hernieuwde gedachtegang. If you enter this new year. Als je deze jaar nieuwe jaar binnengaat. With the same old mindset. Dezelfde oude gedachtegang. And you are still thinking the same old way. En je denkt nog steeds dezelfde oude manier. Then your mentality. Dan is je mentaliteit. Or mentally. Of mentaal. You are still in the old year. Bent u nog steeds in het oude jaar. New year starts with a new mindset. Nieuw jaar begint met een nieuwe gedachtegang. If you start your new year. Als u een nieuw jaar begint. I'm going to repeat it. Ik ga het herhalen. And your mind. En in uw gedachten. Is still in the same old way. Is nog steeds in een oude manier. You are still in an old year. Dan bent u nog steeds in het oude jaar. Is somebody with me? Is iemand met mij? As we are in the new year of the rebirth. Zoals we in het nieuwe jaar zijn van de herboring. The first thing that needs to be birthed out is your mind. Het eerste wat geboren moet worden is je gedachte. Is everybody with me? Is iedereen met mij? The first thing that needs to be birthed out is your mind. Het eerste ding wat geboren moet worden is uw gedachte. I think maybe that's why God allows babies to come out with their head first. Ik denk dat misschien daarom is dat God toestaat dat de baby eruit komt met eerst zijn hoofd. Because if a baby comes out and the head is still stuck in the womb, the baby is not born. Want als de baby geboren wordt en het hoofd zit nog vast in de baarmoeder, is het nog niet geboren. If you have the leg of the baby. Als hij de beentjes van de baby heeft. Beautiful toes. Mooie teentjes. Nice butt. Mooie billetjes. You see the belly of the baby. Het buikje van de baby. You see the chest of the baby. De borstkas van de baby. You see the neck of the baby. De nek van de baby. But if the head is not born, the baby is not born yet. Maar als het hoofd van je geboren is, is de baby nog niet geboren. Is somebody with me? Is iemand met mij? And God made it so that the head comes out first. En God heeft het zo gemaakt dat het hoofd eerst naar buiten komt. Whenever the head of the baby is stuck in the womb, the woman and the baby are in danger. Wanneer een baby vast blijft in de baarmoeder, dan is de moeder en kindje in gevaar. If the doctors don't do well, sometimes the baby dies. Als de doktoren niet goed handelen, gaat soms het babytje dood. In some cases, the mother even dies. En in sommige gevallen gaat ook de moeder dood. So any vision and you are trying to do it with the old mind.
going to die. Dus iedere visie wat we hebben en die probeert te doen met de oude gedachtegang, dan is de kans groot dat het kindje het doodgaat. Is somebody with me? Amen. Met mij. So the first thing that needs to be birthed out is your mind. Dus het eerste wat geboren moet worden is uw gedachten. The first thing that God needs to change or to crush down is our old mindset. Het eerste wat God moet veranderen of moet verpletteren is onze oude gedachtegang. The old way of thinking needs to go. De oude manier van denken Amen. Moet gaan. Amen. The old stinking thinking needs to go. De oude stinkende gedachte moet gaan. The mindset of pride needs to go. De gedachtegang van trots moet gaan. Amen. The mindset of insecurity needs to go. De gedachtegang van onzekerheid moet gaan. The mindset I'm black or white needs to go. De gedachte van ik ben blank of wit, het moet gaan. Because you are a kingdom person. Want u bent een koninklijk persoon. You are a child of God. Je bent een kind van God. If you are still thinking in black or white, you are not in the new mindset. Als je nog steeds denkt in zwart of wit, dan bent u niet in een nieuwe gedachtegang. You have to think about kingdom. U moet denken aan koninkrijk. Think about Jesus. Denk aan Jezus. About the Holy Spirit. Over de Heilige Geest. Is somebody with me today? Iemand met mij vandaag? Turn to your neighbor and say, rebirth your mind. Laat uw gedachten herboren worden. That's why I was really upset when I noticed that we didn't pray the scriptures because we had to deal with the mind today to start well. Daarom was ik een beetje boos toen ik merkte dat ze niet gebeden werd met de schriftgedeelte, want we moeten met de gedachten aan de gang zodat we goed kunnen denken. It was a plan to birth out the mind of the church today. Het was het plan om vandaag de gedachten van de kerk te geboren te doen worden. So I hope the leaders will not make the baby drop again next week. Ik hoop dat de leiders de baby volgende week niet weer laten vallen. Is somebody with me? Is iemand met mij? Because there is no need to be pushing out the baby and people dropping the baby. Want er is geen noodzaak om om het voor te drijven en je laat de baby vallen. Hold our hands together. Hou onze handen samen. And we can birth things out together. We kunnen samen dingen geboren doen worden. Is somebody with me today? Is iemand met mij vandaag? A rebirth mindset. Een herboren gedachtegang. Is a rebirth person. Is een herboren persoon. Okay, should I say that one more time? Zal ik het nog een keer zeggen? A rebirth mindset. Een herboren gedachtegang. Is a rebirth person. Is een herboren persoon. The Bible says this. De Bijbel zegt dit. As a man thinks. Zoals iemand denkt. Amen. Hallelujah. Yes. As a man thinks. Zoals iemand denkt. So is he. Zo zal hij zijn. Does that make sense? Yes. So if your mind is thinking in a certain way, dus als uw gedachten denkt in een bepaalde manier, that's who you are. Dat bent u. Amen. If you are always thinking about sex, als u altijd maar denkt bijvoorbeeld aan seks, you are a pervert. Dan bent u een pervers. Amen. There's no other way to say it. Geen andere manier om het te zeggen. As a man thinketh, zoals een persoon denkt, or a woman, of een vrouw, so he is. Zo is hij. So a rebirth mindset, is een herboren gedachtegang. A new mind, een nieuwe gedachte, is a new person, is een nieuw persoon. As long as your mind remains in the old place, zolang je gedachte blijft op de oude plaats, you are still an old person. You are not being rebirthed at all. Bent u nog steeds een oude persoon en bent u niet herboren. The Bible says, okay, I've already said that. As a man thinketh, so is he. Dat is gezegd, als een persoon denkt, zo is hij. To change your life, om je leven te veranderen, or to change who you are, of veranderen wie u bent, you need to change your mind. Daarvoor moet je gedachten veranderen. And the way you think. En de manier waarop u denkt. There are some people, especially in African culture. Er zijn mensen, vooral in de Afrikaanse cultuur. You will hear a man who says something like this, or a woman. Je hoort een man of een vrouw dit zoiets zeggen. Oh me? Oh ik? If I make up my mind. Als ik mijn gedachten. I can never change my mind. Aan toezet, dat zal nooit mijn gedachten veranderen. It is hard to change my mind. Het is hard om mijn gedachten te veranderen. You are a fool. U bent een dwaas. Because anybody who cannot change their mind. Want iedere persoon die je gedachten niet kan veranderen. Cannot change their life. Kunnen hun leven niet veranderen. If you stick on one thing. Als je blijft plakken bij één ding. And you don't want to review it from a different point of view. En je wil het niet bekijken vanuit een andere ooghoek. You can never move forward. Dan kunt u nooit voorwaarts gaan. Some people just like a thing to be straight in one way. Sommige mensen willen gewoon dat iets recht is op één manier. I don't want to look up on the left or the right to see other options. En wij gaan te kijken naar links of naar rechts om andere opties te bekijken. Amen. This is how I am. Zo ben ik. This is how I talk. Zo praat ik. This is how I speak. Zo spreek ik. This is how I eat. Zo eet ik. When you are invited to go and eat with Donald Trump, you cannot be eating your bones and chewing
genoeg bent bij de trot te gaan eten, kan je niet op je botten gaan kauwen. Is somebody with me? Is iemand met mij? Oh, this is how I eat. Nou, zo eet ik. I am from Africa. Ik kom uit Afrika. But God is bringing you into the palace. Maar God brengt je in het paleis. In the palace, don't eat with your hands. In het paleis eet je met handen. You need to change your mind. En moet je gedachten veranderen. And learn to eat with spoons and fork and knife everywhere. En leer te eten met bestek. Don't say this is how we are. En zeg niet zo, zo zijn wij. I'm not going to change. Ik ga niet veranderen. You are going to remain a chicken. En dan blijft u een kip. Are there any egos in the house? En een adelaars in het huis? Is God speaking to anybody? Spreek God met iemand? You see me here? Je ziet me. I don't like to greet people. Ik hou niet van de mensen te groeten. You are missing good fellowship. Dan mist u goede fellowship. You are missing good information. U mist goede informatie. Come on, Zion, pay attention right here. Zion, let up. Is somebody with me? People who don't talk to nobody, they are often clueless about a lot of things. Mensen die nooit spreken met iemand, ze zijn vaak zijn van niets bewust. Blijf ontweten. Because anybody, want wie dan ook, can teach you something. Yes, kan u iets leren. Yeah. Anybody, yeah. Iedereen, can give you a tip. Kunt u een tip geven? On how to better your life. Om iets beter in leven te But maken. But if you are see no evil, hear no evil. Als je denkt van ik zie geen kwaad, spreek geen kwaad. You don't talk to nobody. Dan spreek je met niemand. You are missing on some clues in life. En dan mis je belangrijke informatie in je leven. And when you choose to talk to people. En wanneer je kiest om met mensen te praten. Choose the people you talk to wisely. Yes. Moet je wijs kiezen met wie je spreekt. Because some people are not worth your ears. Want sommige mensen zijn niet waard om je oren te hebben. Their information will only bring you down. Hun informatie brengt dan u naar beneden. But you must decide to at least be friendly. Maar u moet een beslissing maken om op zijn minst aardig te zijn. I don't like to leave my house, eh? Ik hou niet om mijn huis uit te gaan. I don't like this. Ik hou hier niet van. You don't know what you are missing. Je weet niet wat u mist. Get out of your house. Stap uw huis uit. At least look at the trees on your street. Kijk de mensen naar de bomen in je straat. Refresh yourself. En verfris uzelf. Is somebody with me? Is iemand met mij? So we need to change our mind. Dus we moeten onze gedachten veranderen. To change your life or to change who you are. Om uw gedachten te veranderen of veranderen wie u bent of uw leven te veranderen. You need to change your way of thinking. Yes. En daarvoor moet u uw manier van denken veranderen. If you think that everybody hates you, als u denkt iedereen u haat, you are going to be walking around hateful. Dan gaat u haatvol rondlopen. Depressief. En sad. En bedroefd. Some people are like that. Sommige mensen zijn zo. They think that niemand vindt my leuk. They think that nobody likes them. Nobody likes me. Niemand vindt mij leuk. They think nobody loves me. Ze denken niemand houdt van mij. Nobody is thinking of me. Niemand denkt aan mij. It is your mind. Het is uw gedachte. And whatever is in your mind. En wat er ook in je gedachten zit. We control your life. Ik zal uw leven controleren. Hello. Hallo. Whatever is in your mind. Wat er ook in uw gedachten zit. Is going to control your life. Zal uw leven controleren. And it's going to control your mood. En het gaat uw stemming controleren. There are women who are so unhappy. Er zijn vrouwen die zo ongelukkig Because zijn. Because they think their husband is cheating on them. Omdat ze denken dat een man een vreemd gaat. They have no evidence. Ze hebben geen bewijs. They just think. Ze denken. Just think. Ze denken. My man is a flirt. Mijn man flirt. So he has many women. Er zijn veel vrouwen. And you make your life miserable. En je maakt je leven lastig. They make their husband's life miserable. Ze maken hun man's leven. And their family miserable. En hun familie maakt ze lastig. But until the woman changes her mind. Maar totdat de vrouw haar gedachten verandert. How she thinks about her marriage and her husband. Hoe ze denkt over haar man en haar huwelijk. She will always be a whining wife. Ze zal altijd een klagende vrouw zijn. A nagging wife. Een klagende vrouw. Causing problem when you don't need to cause problem. Problemen veroorzaakt wat toen helemaal niet nodig is. Don't you understand? Say change your mind. Zeg het nu, verandert uw gedachten. Change your thinking. Verandert uw denken. If you are a man. Als u een man bent. And you think your woman was only born to have sex with you. En u denkt dat uw vrouw alleen geboren is om seks met u te hebben. And have babies. En baby's te krijgen. And clean your kitchen. En uw keuken schoonmaken. You are living in a limited mindset. U leeft in een gelimiteerde gedachtegang. Hello. Hello. Yes. You are living in limitation. U leeft in limitaties. Because the Bible says your wife is your helpmate. Want de Bijbel zegt uw vrouw is uw hulpkracht. And God will not give you a helpmate who can only have sex with you, have children and cook. En een vrouw kunt u geen helper geven die alleen maar met u seks kan hebben en koken. It means if you give her the chance. Het betekent als je haar de kans geeft. God has put in women the capacity. God
heeft in een vrouw een capaciteit gelegd. To help a man in all areas of his life. Om een man te hebben op alle gebieden van zijn leven. Because what good is a help? Want wat voor goed heeft het als je hulp hebt? Who can only do three things? Die maar drie dingen kan doen. Sex, baby and cook. Seks, kinderen en koken. What about when you are depressed? En wat aangaat als je een beetje depressief bent? Your woman is your therapist. Je vrouw is je therapeut. If she's a true wise woman, als zij een echte wijze vrouw is, listen to the words that comes from her mouth. Luister naar de woorden van haar mond komt. If she's a woman, a child of God, als zij een vrouw is, een kind van God, she is loaded with things to ease your trouble. Is ze geladen met dingen om uw problemen te verzachten en verlichten. But you must change your mind about how you see her. Maar u moet uw gedachten veranderen hoe u haar ziet. If you think women are nothing, als u denkt dat vrouwen niet zijn, you are going to treat your wife like zodat je vrouw doen alsof ze niets is. But that is hypocritical. Maar het is hypocritisch. Because there are men treating their wives like nothing. Want er zijn mannen die hun vrouwen doen alsof ze niemand zijn. But they are praying for their daughters to marry a man who thinks they are great. Maar ze bidden voor dat hun dochter zou trouwen met een man die denkt dat ze groot zijn. Hello. Hallo. What you do to your wife? Wat je doet naar je vrouw? What you do against your wife? Wat je doet tegen je vrouw? Is somebody with me? Zie maar met mij. Somebody else may do to your daughters. Iemand anders kan het dan doen aan uw dochter. Just for you to see and feel how it feels to treat a woman bad. Zodat u zou zien en voelen hoe het voelt om een vrouw slecht te behandelen. So if you don't ever want your daughters to be treated bad by a man. Dus als je nooit wilt uw dochters slecht behandeld worden door een man. Today is a good day to start treating your wife right. Dan is vandaag een goede dag om te beginnen om uw vrouw goed te gaan behandelen. And the Bible says to the men who don't treat their wife right. En de Bijbel zegt aan de man die een vrouw niet goed behandelen. He says God will not even answer your prayers. Hij zegt God zal niet eens je gebeden beantwoorden. So a lot of men until you change your mind. Dus veel mannen totdat uw gedachten verandert. And begin to treat your wife right. En begint uw vrouw goed te behandelen. You are living under a closed heaven. Leeft u onder een gesloten hemel. Amen. Hello. Hello. It's in the Bible, read it. Staat in de Bijbel, lees maar. It said a man who doesn't treat his wife right. Er staat een man die zijn vrouw echtgenote niet goed behandelt. God does not answer his prayers. God beantwoordt zijn gebeden niet. So if you want God to answer your prayers, dus als u wilt dat God uw gebeden beantwoordt, today is a good day to make up your mind. Vandaag is een goede dag om uw gedachten te veranderen. From now I will begin to treat my wife right. Hij zegt vanaf nu ga ik beginnen mijn vrouw goed te behandelen. Provide for your family. Bereid voor uw familie. Make up your mind to help in your home. Maak die gedachte om te helpen in uw thuissituatie. Hello. Hello. Make up your mind for your home not to be a battlefield. Neem de gedachte aan dat u ervoor gaat zorgen dat uw thuisfront geen strijdveld gaat zijn. And that goes for the man and the woman. En dat gaat zowel voor de man als de vrouw. You can decide today. U kan vandaag beslissen. By the renewing of your mind. Door de hernieuwing van uw denken. That in 2019. Dat in 2019. God is birthing out my mind. God is mijn gedachten uit geboren worden. In a new place. Op een nieuwe plaats. And with this new mindset. En met deze nieuwe gedachtegang. I'm going to be a good husband. Ga ik een goede man zijn. I'm going to be a good wife. Ga ik een goede vrouw a zijn. A good mother. Een goede moeder. Een goede vader. Children decide to be good children. Kinderen besluiten om goede kinderen te zijn. Stop tormenting the life of your parents. En hou op met de leven van uw ouders te verpesten. God sees you too. God ziet ook jullie. Because children who disobey and dishonor their parents, the Bible says they will not have long life. Want kinderen die hun ouders die ongehoorzaam zijn aan hun ouders, de Bijbel zegt ze zullen geen lang leven hebben. When you obey your parents, you have long life. Wanneer u gehoorzaam bent aan uw ouders, zult u lang leven hebben. And prosperity. En voorspoedig. A lot of people now who are older. Veel mensen die nu ouder zijn. They are struggling because in their younger days. Ze hebben het moeilijk omdat ze in hun jongere dagen. They were disobedient to their mother and father. Waren ze ongehoorzaam naar hun vader en moeders. And they put a curse upon their life. En ze hebben een vloek op hun leven gelegd. And a curse upon their path. En een vloek op hun pad. And then now they are older. En nu zijn ze ouder. They've forgotten the kind of terrorists they used to be. Ze zijn vergeten wat voor terroristen ze geweest waren. When they were children. Toen ze kinderen waren. Sometimes that's why David prayed. Soms dat is ook waarop David bad. He said, "Oh God, forgive the sins of my youth." Hij zei, "Oh Vader, God, vergeet de zonden van mijn jeugd." Hello. Hallo. Anybody here has sinned in your youth? Heeft iemand hier zondes in hun jeugd gehad? Sometimes you need to remember the pain you caused your mother and father.
Soms moet u dan denken de pijn dat u veroorzaakt hebt aan uw vader en moeder. And say, God forgive me. En zeg God vergeef mij. And sometimes go to your father and mother and say forgive me. En soms ga je naar je vader en je moeder en vraag om vergeving. For all the times I made you cry. Voor al die tijd dat ik u heb laten huilen. There are children who are anointed by the devil to make their parents cry. Er zijn kinderen gezegd door de duivel om ervoor te zorgen dat hun ouders huilen. So make up your mind, the young people here, not to be that kind of a child. Dus jonge mensen die hier zijn, neem die gedachtegang aan om niet zo te zijn, zoals dat soort kinderen. Is somebody with me? Is iemand met mij? Are the young children with me? Zijn de jongeren met mij? Because the word of God is for you too. Want het woord van God is ook voor jullie. Is somebody hearing what the word of God today? Hoort iemand het woord van God vandaag? Children, to change your life, you need to change your mind. Kinderen, om je leven te veranderen, moet je gedachten veranderen. When your mother says come, wanneer je moeder zegt kom, simple come, don't be angry with your mother or your father. Een simpele kom hier, ga niet ruzie met je vader en je moeder. You are putting a curse upon your own life. Want je zet een vloek daarmee op je eigen leven. Curse has no age. Vloek dat kent geen leeftijd. But everything can be broken when you change your mind. Maar alles kan verbroken worden wanneer je gedachtegang vernieuwt. When you repent, the sins of your youth will be forgiven. Wanneer u verontschuldigd kunnen de zonden van uw jeugd vergeven worden. And God will answer your prayers. En God zal dan weer uw gebeden beantwoorden. Some women need to repent for what they've done to their husbands. Sommige vrouwen moeten zich bekeren van de dingen wat ze gedaan hebben aan hun echtgenoot. And some men need to repent for what they've done to their wives. En sommige echtgenoten moeten verontschuldigen voor wat ze gedaan hebben aan hun echtgenoten. So we all can be birthed out and move forward. Zodat we allemaal weer herboren kunnen worden en voorwaarts kunnen gaan. Is somebody with me today? Is iemand met mij vandaag? Is it too heavy for a new year? Is het te zwaar voor een nieuwe dag? We need to speak about these things. We moeten spreken over deze dingen. Because if I don't talk about these things, want als ik niet spreek over deze dingen, 2020 will still be the same. 2020 zal nog steeds hetzelfde zijn. So let's kill the demon now, so we can move on with glory. So laten we nu de demon doodmaken, zodat we door kunnen gaan in glory. Amen. I'm not going to be telling you, oh, you are going to be great. Amen. You are going to be wonderful. Amen. You are going to be powerful. Amen. But how are you going to be great? Ik ga je niet allemaal de lucht inprijzen. Hey, amen, amen. Want hoe ga je groot worden als je niet weet hoe het moet zijn? This is how you are going to be great. So word je groot. Give you instructions and information. Ik geef je instructies en informatie. Is somebody with me? Is iemand met mij? So you don't want to walk around thinking that everybody hates you. Dus je wil niet blijven rondlopen denken dat iedereen je haat. If you think that you are loved. Als u denkt dat u geliefd bent. How many people believe here that they are loved? Hoeveel mensen geloven hier dat ze geliefd zijn? I believe I'm loved. Ik geloof dat ik geliefd ben. Some people it's hard for them to believe that they are loved. Voor sommige mensen is het erg moeilijk om te geloven dat ze geliefd zijn. Everybody may not love you. Misschien houdt niet iedereen van u. But trust me, there is somebody who loves you. Maar vertrouw me, er is iemand die u van u houdt. Is everybody with me? Is iedereen met mij? There is somebody who loves you and care about you enough. Er is iemand die van u houdt en genoeg om u geeft. If you put those kind of thoughts in your mind. En als u dit soort gedachten in uw gedachten zet. It's impossible to wake up zagrijnig. Dan is het onmogelijk om zagrijnig wakker te worden. You are walking on the street like Jesus Christ left the throne and you have to carry his cross. U loopt op straat op wat Jezus Christus van zijn troon heeft verlaten en u moet zijn kruis dragen. Believe good things. Geloof goede dingen. Think about good things. Denk aan goede dingen. The Bible says think of things that are worthy of praise. De Bijbel zegt denk aan dingen die waardig zijn om geprezen te worden. Everything is here. Alles is hier. If you think I can't. Als u denkt ik kan het niet. Sure enough you won't be able to do it because you already think you can't. Zeker weten kunt u het niet want u al denkt al dat u het niet kan. Your brain, your mind. Your brain is carrying with me. Je gedachten. Your mind. Je gedachten is a powerhouse. Is een krachthuis, krachtveld. Is your motor house. Is een motorhuis. Turn to your neighbor and say change your mind. Zeg tegen je buurman verander uw gedachten. Everything is in your life. Alles is in alles wat in uw leven is. This is the power. Hier is het kracht. People who are lame. Mensen die lam zijn. And cannot walk. En kunnen niet lopen. It's because there's a disconnection between their mind and their part of their body. Komt omdat een disconnectie is tussen hun gedachten en dat gedeelte van hun lichaam. If something affects the brain. Als iets de brein beschadigt. The rest of the body is dead. Dan gaat de rest van het lichaam dood.
Because the mind controls every function in your body. Want de gedachte controleert iedere functie van uw lichaam. The whole system is controlled by your mind. Het hele systeem is gecontroleerd door uw gedachten. If your mind is messed up, als uw gedachte in de war is, your whole life will be messed up. Dan zal je hele leven in de war zijn. If your mind is pure, als uw gedachten puur zijn, the things that will come out of your mouth and your action will be pure. De dingen uit je mond en uw actie komt zal dan puur zijn. Is somebody with me? Is iemand met mij? Your mind is a powerhouse. Uw gedachte is een krachtveld. So in this year, dus in dit jaar, you need to pray for your mind more than anything. Je moet bidden voor je gedachten meer dan wat dan ook. And feed your mind. En voed uw gedachten. We keep feeding our mouth and our bellies. We blijven onze mond en onze maag voeden. But what are you doing with your mind? Maar wat doet u met uw gedachten? Do you feed your mind with the word of God? Voed u uw gedachten met het woord van God? Do you feed your mind with good things? Voed u uw gedachten met goede dingen? With information? Met informatie? What kind of things do you put in your mind? Wat voor dingen zet u in uw gedachten? What are the things you watch? Wat zijn de dingen waar u naar kijkt? Because everything you watch, want alles waar u naar kijkt, place a picture in your mind. Plaats een beeld in uw gedachten. Hello? Hello? Anything you watch, wat u ook naar kijkt, place a picture in your mind. Zet een plaatje in uw gedachten. And every time you can sleep, en iedere keer als u gaat slapen, what you have watched before, wat u eerder hebt gekeken, begins to replay those pictures in your mind. Die beelden worden weer herhaald in uw gedachten. And whatever place in your mind, en wat er ook in uw gedachten speelt, will surely lead your actions. Zal zeker uw acties gaan leiden. Like people who watch pornography, zoals mensen die naar pornografie kijken. It has to do with pictures in the mind. Het heeft te maken met beelden in de gedachten. If you can ask the power of God, als u de kracht van God kan vragen, to break the pictures in your mind, om die plaatjes in je gedachten te verbreken, and give you new en die nieuwe beelden te geven. You will see that the pictures of God will pull you more to righteous things. Dan zult u zien dat de beelden van God u zal trekken naar rechtvaardige dingen. Am I speaking to somebody today? Spreek ik tot iemand vandaag? I am giving guidelines on how to defeat the enemy in your life. Ik geef richtlijnen hoe u de vijand kan verslaan in je leven. Everything comes through your mind. Alles komt door uw gedachten. In your eye gates. Door de poort van uw ogen. Through your ears. Door uw oren. And it goes to your mind. En het gaat door uw gedachten. And it begins to flow from your mind. En het begint te vloeien vanuit uw gedachten. I really pray somebody listening to this message. Ik bid echt iemand luister dit. If you miss this message, als je deze boodschap mist, you are missing a diamond in the place where you're supposed to take it. Dan mis je een diamant in de plaats waar u het juist moet grijpen. If you can conquer the battles in your mind, als u de gedachten in uw hoofd kan verslaan, you can conquer it anywhere. Dan kun je het waar dan ook verslaan. When the enemy wants to paralyze you, wanneer de vijand u wil verlammen, he plays games with your mind. Hij speelt met je gedachten. He brings fear in your mind. Hij brengt angst in uw gedachten. And your mind begins to think of that demonic words. En uw gedachten begint te denken aan de demonische woorden. They begin to say, oh, you will never get married. Oh, ik ga nooit trouwen. And that word begins to play in your mind. En het woord begint af te spelen in uw gedachten. And every time you think of that word, iedere keer als je aan het woord denkt, you become nervous. Dan wordt u zenuwachtig. You become insecure. Je wordt onzeker. Because it is in your mind. Want het is in uw gedachten. But if you can get that person's voice off your mind, stem uit je gedachten kan halen, if you can beat it off your mind, je kan verslaan uit je gedachten, you can beat it anywhere, dan kun je het water ook verslaan. Your freedom starts in your mind. Je vrijheid begint in je gedachten. If you are not free in your mind, als je niet vrij bent in je gedachten, you are in a constant prison. Bent u in een continue gevangenis. Some of you growing up, they told you you will become nothing. Sommigen die opgroeien hebben je verteld dat je zal niets worden. And you believe that lie. En u gelooft in die leugen. And you believe that word. En u gelooft dat woord. And now that you are a mature person, en nu je een volwassen persoon bent, that word still rings in your mind. Dat woord blijft rinkelen in uw gedachten. And every time you try to do something, en iedere keer als je iets probeert te doen, you can't go forward. U kunt niet voorwaarts. Because the word will make you afraid. Het woord maakt u bang. You always think I am nobody. Ik ben niemand. Because somebody told you. Omdat iemand het ooit aan u verteld heeft. And it's stuck in your mind. En het is blijven plakken in uw gedachten. But today I speak to your mind. En vandaag spreek ik tot uw gedachten. I speak to your mind. Ik spreek tot uw gedachten. I command your mind. Ik beveel uw gedachten. To come in alignment. Om in richting te komen. With the word of God for your life. En met het woord van God voor uw leven. And the word of God for everything that you want to do. En het woord van God voor alles wat u moet doen. May you have the mind of God. Mogen u de gedachten van God hebben. The mind of peace. De gedachte van vrede. And the mind of Christ. En de gedachte van Christus. Come on, say, oh God. Zeg, oh God. Rebirth my mind. Herboor mijn gedachten. Rebirth my mind. Herboor mijn gedachten. Holy Spirit. Heilige Geest. Sit on my mind.
of your mind. Als u deze boodschap mist over uw gedachten. You're going to miss a great foundational point for your rebirth. Gaat u een grote fundamentenpunt voor uw herboren worden, gaat u dat missen. If there is one thing you need to pray for in this season. Als er één ding wat u moet bidden in dit seizoen. Zion, listen to the word of God. Zion, luister naar het woord van God. It's your mind. Het gaat om uw gedachten. Your mind is a battlefield. Uw gedachten is het strijdveld. I am here to tell somebody. Ik ben hier om iemand te vertellen. If you can beat it in your mind. Als u uw gedachten kan verslaan. You can beat it anywhere. Waar dan ook verslaan. If you can believe it in your mind. Als u kan geloven in uw gedachten. You can begin to walk in it. Dan kunt u erin beginnen te wandelen. If you believe I am going to have that business. Als u gelooft ik ga die zaak hebben. And I'm going to succeed. En dat zal succesvol zijn. Your faith will pull you forward. Je geloof zal je voorwaarts trekken. Your faith will move you like a motor. Je geloof zal je laten bewegen als een motor. Because your body. Want uw lichaam. And your life. En je leven. Will follow what you believe in your mind. Zullen volgen wat u gelooft in uw gedachten. If it's not in your mind. Als het niet in uw gedachten is. You can't move. Kunt u niet bewegen. But when your mind begins to move. Maar wanneer uw gedachten begint te bewegen. Listen to these people. Luister mensen naar dit. Your mind always go before you. Before anything can follow. Uw gedachten gaan altijd voor u uit. Voordat wat er ook kan volgen. I am preaching my heart in this place. Ik bid mijn hart uit in deze plaats. If you turn out next year. Als u volgend jaar blijkt dat. And you are still the same person. En u bent nog steeds dezelfde persoon. Heaven bears me witness today. Hemel is mijn getuige vandaag. Your mind is important. Gedachten is belangrijk. Feed your mind. Voed uw gedachten. With good knowledge. Met goede kennis. With the word of God. Met het woord van God. Let the spirit of God. Laat de geest van God. Take over your mind. Uw gedachten overnemen. Oh, come on, somebody lay your hands on your head. Iemand heeft uw handen op uw hoofd. Say, oh God. Zeg, oh God. Give me a new mind. Geef me een nieuwe gedachte. Give me a new mind. Geef me een nieuwe gedachte. Laat me mijn gedachten geboren Give worden. Me the mind of Christ. Geef me de gedachten van Christus. Because you need a new mind. Want je hebt een nieuwe gedachte nodig. A new mind is a new woman. Een nieuwe gedachte is een nieuwe persoon. A new mind is a new man. Een gedachte is een nieuwe man. A new mind is a new destiny. Een nieuwe gedachte is een nieuwe bestemming. To change your destiny. Om de bestemming te veranderen. You need to change your mind. Moet je gedachten veranderen. You cannot change your destiny. Je kan je bestemming niet veranderen. If you refuse to change your mind. Als u weigert om uw gedachten te veranderen. Say, oh God. Zeg, oh God. From today I change my mind. Vanaf vandaag verander ik mijn gedachten. Into your purpose. Into uw plan. Hallelujah, somebody clap for Jesus. Iemand applaudisseert voor Jezus. It is very hard. Het is erg moeilijk. To think of bad things always. Om altijd aan slechte dingen te denken. And end up doing good. En eindigen goede dingen te doen. People will commit suicide. Mensen die zelfmoord plegen. They were always thinking about Okarabashata. Ze waren altijd aan het denken aan dood. They are always thinking about it. Ze waren altijd aan het denken. They built everything in their mind. Ze hebben het allemaal opgebouwd in hun they gedachten. They planned everything in their mind. Ze hebben allemaal gepland in hun gedachten. If somebody would have met them. Als iemand ervoor had gezorgd dat zij. And helped them to change their mind. Om te helpen om hun gedachten te veranderen. And to give them deliverance. En om bevrijding te geven. They would have been alive today. Dan waren ze vandaag nog in leven. But we don't influence their mind. Maar we beïnvloeden de gedachten niet. We influence so many things. We beïnvloeden zoveel dingen. But today I speak to your maar mind. Maar vandaag spreek tot uw gedachten. That you will have a new mindset. Dat u een nieuwe gedachte gaan hebben. You will have a mind of how you think of you. U zal een gedachte hebben van I speak to any demonic mind. Ik spreek aan een demonische gedachte. And I cast it out of you. En ik werp het uit u. I decree a new mindset. Ik verklaar een nieuwe gedachtegang. A mind of boldness. Een gedachte van moedigheid. A mind of purity. Een gedachte van puurheid. A mind that fears God. Een gedachte dat God beangst. Father, give me a new mind. Vader, geef me een nieuwe gedachte. A mind that believes. Een gedachte dat gelooft. A mind that trusts you. Een geloof dat u een gedachte u vertrouwt. That I can become a better woman. Dat ik een beter persoon kan worden. That you can become a better man. Dat u een beter man kan worden. I am speaking to your mind. Ik spreek naar uw gedachten. I speak to any mind. Ik spreek naar iedere gedachte. That wants to make you feel insecure. Dat wil zorgen dat u onzeker bent. I break the mind in the name of Jesus. Ik breek de gedachten aan de naam van Jezus. Some women are so depressed. Sommige vrouwen zijn zo depressief. Because your husband keeps calling you stupid. Omdat je man je continu gek noemt. I speak to your mind. Ik spreek tot uw gedachten. That you are not stupid. U bent niet dom. You are wise. U bent wijs. You are a child of God. U bent een kind van God. And I cancel that word. En ik verbreek het woord. Over your mind. Over uw gedachten. Anybody who talks
Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Your thoughts will always lead to your action. Uw gedachten altijd leiden naar uw acties. Your thoughts will always lead to your action. Uw gedachten zullen altijd leiden naar uw actie. Some people always think, oh, I am not happy in this marriage. They are thinking, they are thought, before you know they are asking for divorce. Sommige mensen denken, oh, ik ben niet gelukkig in deze huwelijk. En ze blijven denken, voor je het weet, vraagt ze om een scheiding. Because you think that grass is greener. Want je denkt, de gras is groener. On the other side. Aan de andere kant. Well, the grass may be greener. Nou, misschien is het gras wel wat groener. Do you know why it's greener? Maar weet je waarom het groener is? Because somebody is watering it. Omdat iemand het watert. Water your own grass. Water uw eigen gras. Water your own grass. Water uw eigen gras. And make it greener. En zorg voor dat het groener wordt. Stop jumping over your neighbor's fence. En houd ermee op te springen over de schutting van uw buur. Buurvrouw heeft nieuwe auto. Buurvrouw heeft nieuwe auto. En ik nog steeds deze. En ik nog steeds deze. Be happy you have something. Wees blij dat je iets hebt. Maybe the husband even stole the money you don't know. Misschien heeft de echtgenoot dat geld gestolen, weet jij veel? Maybe they take it from the bank, credit. Misschien was de credit een lening van de bank. But you may not have a BMW. En u hebt misschien geen BMW. But you have a man who worked hard for his money. Maar u heeft een man die hard werkt voor zijn geld. And he used his last 1,000 euros. En hij gebruikt de laatste 1,000 euro. To buy you a nice car. Om je een leuk autootje te kopen. Without credit. Met die credit. And you cannot even honor him. En je kan hem niet eens eren. But you keep comparing him. Maar je blijft maar vergelijken. Can I tell you something, women? Mag ik wat vertellen, vrouwen? Stop comparing your husband with other people. Hou op met uw man te vergelijken met andere mensen. Your husband is not your neighbor. Je man, je echtgenoot, is niet je buur. Stop comparing your husband with your brothers. Hou op met je echtgenoot te vergelijken met je broeders. Your man is not your brother. Je echtgenoot is niet je broer. If God wanted you to marry your brother, als God had gewild dat je broer had getrouwd, he would have made your brother your husband. Had hij je broer je echtgenoot gemaakt? From a different family. Van een andere familie. Is somebody with me? Is iemand met mij? You need to change your mindset. Je moet je gedachten gaan veranderen. Somebody clap for Jesus. Iemand applaudisseert voor Jezus. Hallelujah. There are men who have fallen in sin. And the reason they fell in sin is because they keep seeing their neighbor's wife. Every time the neighbor's wife passed with shopping basket, they saw the neighbor's wife. It imprinted something in their mind. And they cannot sleep. They keep thinking of the husband, the neighbor's wife. Before you know, because the husband, the neighbor's wife is constantly in their mind, sooner or later, they begin to approach the neighbor's wife. Hi, neighbor. Hi. The neighbor's wife is taking out her garbage. Instead for you to take the garbage in your own house out, you are taking out the garbage of your neighbor's woman. And your own garbage is still in your house. Before you know it, the neighbor's wife also begins to see you. And she too begins to think of you. Now you are thinking of your neighbor's wife. Your neighbor's wife is thinking of you. Sooner or later, you will fall in sin. Say, uh-oh. If you keep your mind on somebody else's wife or a different woman, sooner or later, what is in your mind will pull you to a place that God didn't want you to be. That's why you have a lot of men that become shaggy. It wasn't me. You find yourself in a place where Shaggy found himself. And then when they want to talk to you, what were you doing there? It wasn't me. You are lying. Because your mind pulled you where you were not supposed to be. Is that with me? If you miss this message, you are missing something very important for your life. Be careful what you allow to stay upon your mind. When it comes on your mind, don't let it settle. A bird, vogel, you cannot control that the bird flies over your head. But you can control that it doesn't build a nest on your head. A bird can fly, it's okay, that's your wings, fly. But if you decide as a bird to come and sit on my head, that's my decision. That's my own decision. It's the same with words and things that come to your mind. The thoughts can come of insecurity, of failure.
But you can rebuke it. It's called a stronghold. A high thing wants to exalt himself above the knowledge of Christ in your life. What do? You pull down every stronghold and bring it under the obedience of the power of God. Is this message blessing anybody today? You bring it down. A nice girl passing the shop wants to come through your mind. Whoop, I rebuke it in Jesus' name. The blood of Jesus. I give you permission to use the blood of Jesus. People use it for foolish things. But use it on your mind to cancel demonic thoughts. Immoral thoughts come in your mind with those messages. To do things that you know you're not supposed to do. Cancel it by the blood of Jesus. Before you do the action. Resist the devil and he shall flee. One more point and we close for today. And I will continue with this mind message next week. Because I see that we need time for people to really get it settled. Is somebody with me? So to start your year right, I will end with this. If Brother Peter can come. And just give me very soft strings. Hallelujah. Somebody clap for Jesus. To start your year right, you need to change your mind from the old mind into a rebirth or a new mindset. People behind there. Kindred. I really want you to take this last 3 minutes. I will continue next week with the message of the mind. So we can pray over our minds at the end of the service. So next week I will preach just this ending part. So I won't preach too long. And then we'll take the time to really allow you to soak yourself and give away the old mind. How many of you are saying, God, I need my mind to be changed? A changed mind is a changed man or a changed woman. Decide to be a nice person. Decide to be a kind person. Some people, especially men, they got themselves killed. They are in a car. The police say, come out. Simple instruction, come out. They want to prove that they are men. And they got themselves killed. You don't need to always try to prove yourself. Sometimes simple instruction is going to save you your life. Is somebody with me today? You know somebody is stronger than you. But you want to go and be flexing yourself to fight. And they beat the light out of you. If you would have just said, you know what? There's not always the need to fight. A wise man sometimes walk away. Sometimes the wisest thing to do is to make up your mind that I'm walking away. I'm not going to argue with you. I'm not going to quarrel with you. I'm not going to fight with you. I'm going to walk away. That's a wise man. There are times to fight and there's time to walk away. Is somebody with me? There's a time to fight and there's a time to walk away. That's maturity. Mature women don't always have to argue everything. Everything. Sometimes your silence is the most wisest thing to do. Don't always argue, even with your children. There is time to hold your ground as a parent. But it's time to just let some things slide. It's called wisdom and timing. Are you with me, Emma? It's called wisdom and timing. We have too many men dying before their time. Too many men in prison, suicide. Mind.
So Zion, we must pray for the mind of our children, the women, the men, young and old, for a rebirth mind. If you have the Holy Spirit to sit on your mind, a lot of things that trouble you will not trouble you anymore. As we close, put your head, your hand on your head. What we all need is a new mind. It is in your mind that creativity flows. If your mind is blocked, you can't even think straight. You can't create. You can't receive divine information. So God needs to unblock the things that has come and cluttered our minds. Come on, Jesus. I'm preaching my heart in this place. Am I crying for Zion? I know people online are getting it. But my wondering is Zion getting the word of God for their life? Are you getting it? God wants to give you business ideas, business informations and guidelines, directions to change your life. But how is the condition of your mind? How is the condition of your mind? The old mind cannot get the things that God is saying in the new year. The old mind cannot go in the promised land. God needs to circumcise the mind. The mind. If you need to cry out for anything, it's a renewal of your mind. Father, change the mind of my son. That should be your prayer. Change the mind of my daughter into your mind. Change the mind of my husband, my wife. That should be your prayer. It's a heart's cry. I can't stress on it enough. When you become a changed mind, you become a changed man or a changed woman. But you must decide today. You must decide. I asked a question with a message I preached last time. What are you going to do with the life you have left? What are you going to do with the time you have left? What are you going to do? Are you going to continue the same old way? Or are you saying, no, Father, change me. Change me. Change my mind. You want to argue every point. Give your point of view. Nobody asks you. Sometimes learn to just let it go. Because nobody is asking you sometimes anyway. Stop trying to prove your point. Father, we thank you. I see the men rising up. I see our children rising. I see a better day in front of us. A new mindset. We thank you, Lord. We bless you, Lord. We give you praise. We give you honor. We give you glory, thanksgiving, and adoration. Father, as we go home today, and even as we start the fasting tomorrow, God, birth us out, hurt first. Our hearts be circumcised. Bring us out, head first. Bring us out, head first. Bring us out, Lord, head first. Bring us out. Father, we thank you. We bless you. We glorify you. We honor you. In Jesus' name. The Lord is our shepherd. We shall not want. He makes us to lie down in green pastures. He leads us beside the still waters. He restores our souls. He guides us in the path of righteousness. For his name's sake. Yea, though we walk through the valley of the shadow of death, we shall fear no evil,
For thou art with us. Your rod and your staff, they comfort us. Thou prepare a table before us in the presence of our enemies. Thou anoint our head with oil. Our cup runs over. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. And we shall dwell in the house of the Lord forever and ever and ever. Amen. Amen. God bless you all. Have a great Sunday. Let's take the time and fellowship in the presence of the Lord. Amen and amen. Hallelujah.